infrastructuur in de Oekraïne is natuurlijk van een heel andere aard. Dus dat betekent dat er een hoop modder is. En dat maakt het natuurlijk, je denkt altijd dat tanks moeiteloos wekenlang door de modder kunnen jassen. Maar dat is helemaal niet zo. Die zijn daar heel kwetsbaar voor in feite in allerlei opzichten. Het verlossen, kunt u mij horen? Het Oekraïense tegenoffensief lijkt dan toch eindelijk te zijn begonnen. Het heeft lang geduurd. Zometeen meer daarover, meer details. En ook antwoord op de vraag waarom het zo lang geduurd heeft. Want daar heb jij nieuws over, heb ik begrepen, Maarten. Maar eerst eventjes de natuur. Biodiversiteit, dat wordt vaak aangestipt ook door luisteraars naar aanleiding van Urban Jungle. En verschillende luisteraars hebben gezegd van ja, bij biodiversiteit moet je niet alleen kijken naar de stand van zaken binnen de landsgrenzen of binnen steden, maar ook naar de variatie in de buurlanden. Want zo is het maar net, ja. Daar gaat het natuurlijk ook dat om. Dat spreekt van zich. Kijk, dat Nederland geen eiland is in het midden van de Atlantische Oceaan, dat weet ik ook wel. En ja, dat je natuurlijk, dat zei mijn vader overigens altijd. Wacht even, ik moet weer een slokje nemen. Ja, geen probleem. Neem je tijd. Mijn vader zei, ja, we kunnen ons wel druk maken over de dierenbescherming in Nederland. Maar ja, dat is een beetje gek. Eigenlijk is Nederland één grote stad. Hè? En want je moet je eigenlijk afvragen, hoe staat het eigenlijk met de toestand van de dieren in Polen, in de Scandinavische landen. En dan zei hij altijd van, ja, daar is niks mee mis mee. Hij ging altijd kamperen in Zweden. En daar was volgens hem niks mis met de dierenstand. Ik weet niet hoe dat werkelijk zit, maar goed, dat zei hij altijd. En daar had hij natuurlijk op zichzelf groot gelijk in. Je moet natuurlijk, ja, je kunt in Manhattan gaan meten hoe het met de dierenstand is. Maar ja, dat laat zich moeilijk vergelijken met Wyoming. Maar het is juist het lollige van Urban Jungle. En in sommige opzichten de variëteit aan levende wezens in Manhattan groter is dan in Wyoming. In grote gebieden van Wyoming. Maar feit is natuurlijk, ja, je moet een heel continent eigenlijk bestuderen. Is het aantal dieren wat, laten we zeggen, met uitsterven bedreigd wordt toegenomen? Ja, zonder meer. En sowieso kun je natuurlijk ook denken aan een insectenpopulatie die op tal van plaatsen enorm sterk gedaald is. Met de bijen gaat het niet goed, hè, bijvoorbeeld? Nee. Maar ja, dat hebben we zelf zo geregeld. Dat zijn insecticiden. Ja. En ik vind die bijen ook niet fijn. Maar belangrijk voor de voedselvoorziening, de aanwezigheid ervan. Ja, al denk ik dat als je daar even op de lange termijn over nadenkt, dan zouden we zo spoedig mogelijk met die insecticiden moeten stoppen. Omdat bijen bijvoorbeeld natuurlijk als bevruchters een enorm wezenlijke rol spelen. In Amerika worden enorme bijenmassa's, die worden rondgereden in enorme trucks om allerlei gebieden, niet waar, de bloemen te bevruchten. Ja. Moet het zeggen, zonder bestuiving kun je eigenlijk niet oogsten. Precies, bestuiving. Want er was toch ook zo'n actie nu om je gras niet te maaien, zodat je dus een soort van snackbar voor die insecten creëert? Ja, dan moet ik zeggen, op dat punt, onze daarvoor- en achtertuin zijn natuurlijk niet groots van afmetingen, maar qua wildernis, qua urban jungle kunnen ze goed meedraaien. Ja, want ik begreep dat die actie die nu vooral volgens mij voor particulieren was, dat ze dat volgend jaar willen uitbreiden ook naar gemeentes en naar provincies en de landelijke overheid. Ja, ook iedereen kan. Ik roep iedereen op om ook in zijn eigen tuin een beetje urban jungle te laten ontstaan. Dus maai het gras niet? Maai het gras niet of verwijder uw hele gazon en zaai dan wat andere lollige dingen. Goede bodembedekkers of in ieder geval dingen die de dierenwereld, met name ook de insectenwereld, interessant vindt. Ja. Moeten we dan ook, daar is nu geen sprake van op die bijen na dan, maar dan moeten we dan ook iets minder paniekaanvallen hebben als het bijvoorbeeld gaat om het verdwijnen van een bepaalde diersoort, omdat over de grens het misschien wel anders kan zijn? Ja, dat kunnen we zeker. En dan zijn we weer terug bij iets wat we al besproken hebben natuurlijk. We vonden het dan heel, heel vervelend dat de bevers in Nederland waren uitgestorven. Ja. Dus toen hebben we, ik geloof, 50 Poolse bevers, omdat het taalprobleem natuurlijk niet zo'n rol speelt in de bevergemeenschap, hebben we geïmporteerd. En die 50 Poolse bevers zijn nu 5000 bevers geworden, die enorm territoriaal, enorm agressief zijn. Dus die nu wel raar voorstellen om de bevers weer af te gaan schieten. Dat je denkt, dit is toch wel een ironische tournure van de gebeurtenissen. De uitgestorven bever, we maken er werk van. En we hebben er werk van gemaakt. En de bever is in no time een plaag, volgens weer andere mensen.
Of denk aan de wolf of aan de vos of weet ik veel wat. Het schieten van die vossen, dat kan iedereen je vertellen, dat is volkomen nutteloze arbeid. Die vossen worden vanzelf aangevuld uit Duitsland. En dan wemelt het van de vossen. En tenslotte, als ze in Duitsland alle vossen zouden doodschieten, dan komen de vossen natuurlijk uit de bossen van de Baltische Republiek of Polen of Wit-Rusland, dat is voornamelijk bos. Dus ja, kijk naar de kaart van Rusland. Andere vragen. Goeiedag Maarten. Ik wil graag even reageren op de briefschrijver die klaagt over de vele bijgeluiden die tot stand komen door de omgeving rond de auto. Ik ben het op dit gebied namelijk totaal niet eens met deze Bert. Ik vind namelijk dat het juist leidt tot een leuke dynamiek. Zoals je dan reageert op bijvoorbeeld de vogelpoep op het raam, dat geeft toch een geestige en huiselijke sfeer. En het maakt dat je dan toch beter blijft opletten. Gewoon lekker doorgaan zoals jullie bezig zijn, zegt Bas Dekker. Ja, jij geniet ook van de vogelpoep, want die zit er van de vorige week nog gewoon op. Dat is gewoon luiheid, moet ik je eerlijk zeggen. Okay. Dat ik denk. Of andere prioriteiten stellen, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dan hebben we ook nog wat artikeltjes van de correspondent. Het valt op dat veel mensen die ook naar deze podcast luisteren graag de correspondent lezen. En er was een artikel waaruit blijkt dat Nederland een stukje progressiever is geworden. Ik weet niet of jij dat ook gelezen hebt. Ja, maar dat als die luisteraar ook de Maarten had gelezen, dan had hij geweten dat Bart de Koning al zeker 2 of 3 jaar geleden een groot stuk heeft geschreven. Dat je denkt dat we op weg zijn naar een soort van ultra-rechtse samenleving, dat daar niets van klopt. Dat in allerlei opzichten, in allerlei wezenlijke opzichten eigenlijk, de samenleving progressiever wordt. Zelfs ten aanzien van immigranten bijvoorbeeld. Dan een interessant artikel. Ik denk dat ik je dat even moet doorsturen en dan kunnen we dat de volgende keer doen, van The Guardian. Mr. Bean, die heeft daar een artikel geschreven. Hoe heet hij ook alweer? Atkinson, hè? Is het? Rowan Atkinson. Ja, dat was een early adapter als het gaat om elektrisch rijden, maar hij voelt zich nu toch wel gedupeerd. En dat omschrijft hij bij The Guardian. Dus ik zal dat artikel even sturen en dan kunnen we het daar de volgende keer over hebben. Dan Maarten. Incest en prostitutie. Schooldistrict in de VS verbiedt de Bijbel. Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Want dan vraagt iemand Karen van wat vind je daarvan, Maarten? Maar dat heb je al toegelicht, hè? Ja, ik vind dat raar dat de Bijbel verboden wordt. Ik ben graag bereid toe te geven dat het Oude Testament, hoe vaak hebben we het daar al niet over gehad, een zonderling voorbeeld is van gewelddadigheid, vrouwenhaat, ga zo maar door. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik vind dat het verboden moet worden. Het zou heel gek zijn als het Oude Testament verboden werd. Curieus, laten we het zo zeggen. Ja. Dan een vraag van Rob uit Driebergen. Hi Maarten, ik zit de podcast te luisteren waarin jij vertelt hoe Manhattan in 10 jaar verwildert als de mens daar zou verdwijnen. In die zin is het wel interessant om op Netflix de documentaire Life on Our Planet te bekijken, want daarin zie je onder meer hoe de natuur rond Tsjernobyl helemaal is. Ja, dat is fantastisch. Dat heb je ook gezien. Nou ja, dat is een bekend voorbeeld. In Tsjernobyl is de hele bevolking weer is verwijderd en je mocht daar helemaal niet komen. En het is een wonderbaarlijk natuurpark geworden. Of het nu de muizen zijn, of de herten, of de vossen, of wat dan ook maar. Maar het is een schitterende wijze geen urban jungle geworden, maar de jungle die het in principe in de aanleg ooit was, is meteen weer teruggekeerd. Die zon die schijnt trouwens lekker op. Hey, en wat zou met deze straat gebeuren als de mens hier zou verdwijnen, denk je? Het is nu een hele mooie straat met mooi groen. Ik denk dat het razendsnel zou verwilderen. Ja? Ja, voor als je naar onze achtertuin kijkt, die is nog iets meer verwilderd dan onze voortuin. Nou, dat is fantastisch hoe snel dat gaat, hoor. Ik heb het al eens gezegd, als er plotseling onverwacht een tapir zich zou vertonen, dan zou het me niet verbazen. Ja, dan moet je wel afvragen wie er een tapir in onze achtertuin zou hebben gedumpt. Maar wat ik heel opvallend is, dat de katten uit de buurt ook graag bij ons in de tuin komen slapen. Gewoon omdat door de verwildering is het iets rustiger. En dat zeg je wel met enig genoegen. Ja, dat zeg ik wel met enig genoegen, ja. Hi Maarten, ik hoorde in de podcast dat je in september, of in ieder geval later, naar Boston komt. Zou je het leuk vinden om eens voor verzamelde Nederlanders in Boston te praten? Bijvoorbeeld naar een onderwerp onderwerp naar keuze, zegt Jos Visser, die daar dus duidelijk zit. Ik zou dat wel vermakelijk vinden, maar ik denk wel dat ik eind september, begin oktober naar Boston kom. Maar wel vergezeld van mijn dochter, zoon en dochter en eventuele kleinkinderen. Dus ik weet niet precies hoeveel tijd ik heb om
Of zij zou staan te dansen als ik ook daar weer een lezing ging houden. In principe vind ik het een heel fijn aanbod. En ik heb er wel eens verteld over die expats in Los Angeles, ja, waarvoor ik gesproken heb. Ja, allemaal Nederland-haters die zo snel mogelijk na pensioen weer terug naar Nederland wouden komen overigens. Of nou, niet allemaal, maar nogal wat zei je dat. Dus ja, ik zal het overwegen. Oké, dan houden we even contact met Jos. Dan hebben we hier Rob Roordink. Die zegt de herbewapening van de Europese legers en hoe zichtbaar dat nou wordt, daar hebben jullie het ook eerder over gehad. Hij heeft een kennis met een hoge functie bij de landmacht. En die heeft hem verteld dat tijdens de sterke bezuiniging op defensie bij de aankoop van nieuw materieel voor zo weinig mogelijk geld onderhoudscontracten worden afgesloten met de fabrikanten. Door de oorlog in Oekraïne zijn de eisen sterk gewijzigd. In een grote landoorlog moet materieel ter plaatse en onmiddellijk gerepareerd worden. En om dezelfde hoeveelheid materieel in bedrijf te houden, moeten er nu voorraden reserveonderdelen worden aangehouden. En ook een organisatie omheen gebouwd worden om het materiaal onmiddellijk en ter plaatse te repareren. Zonder dat het leger sterker wordt, wordt er toch al veel geld in geïnvesteerd, zegt hij dus. Ja, dat neem aan dat je ziet natuurlijk snel, als je die spullen serieus gaat gebruiken, dat de slijtage enorm is. En je ziet ook dat Zelensky heeft gezegd, we zijn klaar voor het voorjaarsoffensief, wat eigenlijk niet meer zo mag heten, want ja, het voorjaar is voorbij. Ik begreep wel dat het uitstel van het offensief iets te maken had met het hele natte voorjaar. Wij merken dat natuurlijk, wij hebben dat ook wel gemerkt, maar natuurlijk de infrastructuur in de Oekraïne is natuurlijk van een heel andere aard. Dus dat betekent dat er een hoop modder is. En dat maakt het natuurlijk, je denkt altijd dat tanks moeiteloos wekenlang door de modder kunnen jassen, maar dat is helemaal niet zo. Die zijn daar heel kwetsbaar voor in feite in allerlei opzichten. Dus ja, dat het weer een factor zou zijn geweest. En het is natuurlijk ook voor de Oekraïners interessant om het zo onzeker mogelijk te laten voorlopig. Hier een speldenprikje, daar een speldenprikje. Hè, van waar zouden ze dat dan gaan doen? Ik zelf, het woord verheugen is verkeerd gekozen al, maar ik zou het wel leuk vinden als ze toch weer een hele originele oplossing hadden verzonnen om die Russen ertussen te nemen. Maar aan de andere kant, de Russen hebben natuurlijk een zeer omvangrijke verdedigingswerken gebouwd. Ja. En de kunst is natuurlijk om je van die verdedigingswerken dan of niks aan te trekken, of de zwakke punten aan te pakken. Want ja, als je natuurlijk even denkt aan de grote verdedigingslinies in West-Europa, Maginot-linie, nooit enige praktische betekenis gehad, de Westwal, idem dito, van die vaste linies, dat is toch in principe meestal geen echt adequate oplossing. Hoe kijk je naar bijvoorbeeld Lukashenko nu en dat hij ziek zou zijn? Ik heb geen idee. Er wordt alsmaar gezegd dat hij ziek is. Ik neem aan dat er wel enige waarheid in schuilt. Ik heb, zoals je weet, weinig bewondering, sympathie of wat dan ook maar voor Lukashenko. Een onaangenaam sujet, eerste klas. En ik heb al eens eerder gezegd dat naar mijn idee Wit-Rusland ook op de lange termijn ook een prima kandidaat is voor eventueel in ieder geval de Europese Unie. Ik gun ze dat ook graag. Het is natuurlijk een land met een betrekkelijk kleine bevolking, Wit-Rusland, waar Minsk natuurlijk een heel dominante rol speelt, maar ik begrijp dat Minsk een vrij moderne stad is. Ja. En dat die stadsbewoners gewoon hun normale moderne wensen en eisen hebben. Ja. Als je de bewoners zo ziet, dan lijkt dat daar wel een match te zijn. Maar wat doet dat met de relatie met Rusland als je dat gaat doen? Ja, maar ik heb het hier over termijnen waar we mogen aannemen dat Poetin verdwenen is. Wat dat precies oplevert voor Rusland, weet ik niet. Dat Rusland strategisch de grote verliezer zal zijn in de komende 20, 30, 40 jaar, dat lijkt me haast onvermijdelijk. Mm. En dat heeft precies dezelfde oorzaken natuurlijk als het feit dat de Sovjet-Unie, het imperium van de Sovjet-Unie gesneuveld is, dat de Sovjet-Unie zelf gesneuveld is. Want uiteindelijk valt dat te herleiden tot het gebrek aan succes van dat systeem, zowel op sociaal als economisch, als cultureel, als politiek gebied. Ja. Niet waar, de Sovjet-Unie heeft uiteindelijk door incompetentie zichzelf om het leven gebracht. En dat zie je het Rusland van Poetin. Het FSB Rusland. Ik heb ook wel eens gelezen dat eigenlijk Poetin en alles wat hij daar tot stand heeft gebracht, de wraak van de FSB is op het verdwijnen van de Sovjet-Unie.
Ook wel een aantrekkelijke metafoor, eerlijk gezegd. Nee, als de Sovjet-Unie er niet in slaagt is om zich te normaliseren, om meer te worden dan een economisch invalide politiestaat, dan zie ik het somber in voor Rusland. Wordt ook gezegd, als Lukashenko wegvalt, dan stuurt Poetin wel weer een ander mannetje. Dat zal op korte termijn zeker het geval zijn. Maar de vraag is hoe stabiel dat andere mannetje zal zijn. Ja. En nog één andere vraag die ook een beetje moreel in ieder geval wordt opgeworpen is van ja, wat vind je er nou van dat wij die wapens leveren en dat Oekraïne met die wapens ook de aanval kiest? Op zich is dat logisch, denk ik, maar er zijn mensen die zeggen nee, het is alleen maar puur om te verdedigen, niet om ook aan te gaan vallen naar Rusland. Ik denk dat juist ook de verdediging van de Oekraïne in feite deels via aanval zal moeten plaatsvinden natuurlijk. Ik wijs de bezwaarmaker erop. Dat natuurlijk een aanzienlijk deel van de Oekraïne nog steeds bezet wordt door Russische troepen. En dat moreel gesproken heeft de Oekraïne het volste recht, naar mijn idee, om Rusland aan te vallen. Ja, ja. Zij zijn namelijk aangevallen door Rusland en met verschrikkelijke gevolgen. Dus ik zie dat morele punt zie ik niet zo sterk. Oké, dus die droneaanvallen op Moskou, waarvan niet zeker is dat Oekraïne erachter zit. Dat zou jij wel snappen. Snappen. Ik vond het net goed. Maar vrij geestig eigenlijk. Ja, het is natuurlijk ook om onrust te kweken. Dus materiële schade is hier zeer beperkt. Maar het kweekt natuurlijk wel onrust. Het wordt rondgesproken. Heb je gehoord dat? Poetin kan dan ook ontkennen dat het gebeurd is. En dat betekent toch dat er een vorm van kwetsbaarheid gesignaleerd is. Ja. En ook door de bevolking als zodanig wordt gevoeld. Waar las ik nou? Dat de vraag naar woningen in Moskou met flinke betonnen kelders alweer toegenomen was. Dat leek me wel vrij sterk. Dat hoe het goed maakt, zo alert gereageerd zou hebben. Je ziet ook meteen tegenreactie, want Kiev werd de nacht daarna ook meteen weer aangevallen. Ja, het is duidelijk dat ze allebei natuurlijk wel zo'n ding af kunnen schieten. Ja. Oké, we proberen zoveel mogelijk vragen te doen. Nog een paar vragen. Ja. Wat als van het een op het andere moment al het oorlogstuig verdwijnt? Wat zou dat betekenen voor de wereld? Dat vraagt ook iemand naar aanleiding van een artikel wat ook meegestuurd wordt. Corinne Sol is dat. Ik denk als van het een op het andere moment door een geheimzinnig toverstokje al het militaire materieel verdwijnt, dat in een werkelijk verbluffend tempo nieuw militair materieel aangemaakt zou worden. Oké. Dit is Jan, Jan de Graaf. Door de Urban Jungle podcast moest ik aan het volgende denken. We zijn vorige week bij voormalig vliegveld Vliegerhorst bij Venlo gaan kijken. Er staan daar nog restanten. Dat vliegveld is gebombardeerd aan het einde van de oorlog. En daar staat in ieder geval ook nog een hangar, maar alles staat in een bos. Ik kan je vertellen dat je daar nu niet meer op kan stijgen, laat staan landen. In een tijd van 75 jaar is daar gewoon dus een bos ontstaan, zegt hij. Dat verbaast me niks. Een bos ontstaat in feite binnen een kwart eeuw. We hadden een kennis die woonde in de Zuid-Hollandse polder. En die had achter zijn huis een soort polderlandje. En die had een lol in om daar een bos te laten ontstaan. Dus die heeft gewoon een deel van dat polderlandje, daar heeft hij gewoon niks meer aan gedaan. En gekeken wat er gebeurde. Nou ja, daar staat binnen 25 jaar een ondoordringbaar oerbos. Je hebt geen idee hoe snel dat gaat en hoe complex die wereld is die dan gewoon min of meer spontaan ontstaat. Je hoeft er heus geen kunstmest op te gooien. Ik hoor Maarten vaak kritiek op de sociale media leveren, alsof het altijd alleen maar gevaarlijk en ophitsende onzin is met desinformatie en flauwekul. Die elementen zijn zeker aanwezig en ook wel degelijk een probleem. Maar voor mensen als ik met familie, vrienden en kennissen die erg ver van elkaar afwonen, is het ook een leuke manier om op de hoogte te blijven van wat er in elkaars levens omgaat. Ook heb ik er wel nieuwe contacten doorgelegd. Dus deels vervullen, wat mij betreft, de sociale media wel degelijk ook een belangrijke sociale functie, zegt Laurent. Ja, daar heeft hij ongetwijfeld gelijk in. Zoals zoveel dingen hebben de sociale media een lichte en een duistere kant. En we hebben van de duistere kant wel erg veel last. Hij kan zijn familie ook met FaceTime bellen. Hallo Maarten, ik probeer het nog maar een keer. Peter Frankopan, die heeft schijnbaar vaker iets ingestuurd. Ja. Die naam komt je bekend voor? Ja, die komt me bekend voor, ja. Die heeft een boek geschreven over de zijderoute. En die heeft nu een nieuw boek geschreven waar, begreep ik, het klimaat centraal staat. Ja, de transformatie van de aarde, schrijft hij, ja. Ah, kijk aan. Een nieuwe wereldgeschiedenis.
sluit op een bepaalde manier ook weer aan op het onlangs besproken boek Urban Jungle. Daar is hij weer. Dat de natuur dus de mensheid niet nodig heeft om verder te gaan, is evident. Dat de mens deze natuur niet klein kan krijgen, lijkt me ook heel duidelijk. Gaat de mensheid ooit leren in een duurzame symbiose met de natuur te leven? Of zijn wij als Homo sapiens dermate parasitair dat we uiteindelijk op een lege aarde staan en er alleen nog maar onder de grond leven bestaat in de vorm van, jawel, schimmels? Wanneer gooien we onze arrogantie overboord dat we alles kunnen maken? Ja, dat is een dramatische reeks van retorische vragen waar ik het antwoord niet op weet, maar de kans dat de planeet kaal zal worden en dat alleen nog wat ondergrondse schimmels het zullen overleven, dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk te meer, omdat de schimmels ook het bovengrondse nodig hebben om te overleven. Paddenstoelen zijn de vruchtbeginselen van schimmels. Dus ja, die willen ook wel wat. Ik zie het niet zo somber als de briefschrijver. Okay, Peter Bindels is dat. Dan nog deze. Hallo Maarten, Jacco van Rijssel hier. Ik lig in mijn hangmat in de Morvan te luisteren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak in slaap val. Dus ik moet vaak terugspoelen. Ik wil ook nog iets over je optimistische natuurbetoog zeggen. Ik zou je heel graag het boek The Sixth Extinction van Elizabeth Colbert aanraden. En uiteraard ook te bespreken om weer wat meer reëel doemdenken te promoten. Want oké, de natuur is weerbaar en flexibel. Extinct is toch extinct en het komt nooit meer terug. Hoeveel gaten in een biosfeer kan je slaan? Ik vind het een erg goed boek met veel humor. Ja, ik wijs erop, een beetje flauw misschien, dat het boek The Sixth Extinction heet. Er zijn kennelijk daarvoor 5 andere extinctions geweest en die heeft de planeet prima overleefd. Ja, je weet dat een groot deel van de dino's is opgeruimd door de inslag van een gigantische meteoriet. Maar daarna heeft de planeet zich eigenlijk in een vrij rap tempo hersteld en heeft gezorgd voor een heel nieuwe soort combinatie van levende wezens. Dat wil zeggen, een deel van de dino's heeft overleefd, dat zijn onze vogels, maar een deel van de dino's heeft niet overleefd en die gaten zijn opgevuld door... Het is de sixth extinction, niet de first one. En de final one is de sixth extinction. Ik durf het aan, maar ik geef toe dat dit een gewaagde voorspelling is. There will be a seventh extinction somewhere. Over misschien 10, 15, 20 miljoen, 30 miljoen jaar. Zie de planeet in zijn totale existentie. De planeet is 4,5 miljard jaar oud. En heeft, voor zover we weten, nog wel een paar miljard jaar te gaan. Dit is veel vragen. Miljard jaar, hè? Ja. Nee, goed gehoord. Veel vragen over de natuur. Dus dat heeft wel gezorgd dat het betekent dat dat iets los heeft gemaakt. Dat is een goed teken, vind ik altijd, toch? Ja, ik denk ook dat mensen daar, ze kunnen daar pessimistisch over zijn. Maar daar zou ik toch, ik weet niet natuurlijk hoeveel mensen die brieven schrijven ook een achtertuintje hebben. Als u nou eens afspreekt, want het is ook hartstikke handig, hoeft u geen ruzie mee te maken, geen echtelijke ruzie mee te maken, wie het gras moet maaien en wie de takken moet snoeien en al dat soort van dingen meer. U doet er gewoon niks aan. En u wacht 20 jaar en dan belt u, nou ben ik dood, maar goed, dan belt u Tom en die vertelt dan dat ondertussen zijn hele voorruit zo vol zit met vogelpoep dat hij niet meer rijden kan. Maar goed, u moet maar eens kijken hoe verrassend dat al na een paar jaar eigenlijk is. Hebben we hier Roel. Hallo Maarten, je gaf in een aflevering aan dat iedereen Adenauer wel een slechte kanselier vindt. Mijn vraag is, hoe sta je tegenover het gegeven dat Adenauer zoveel nazi's in de regering dulde? Ja, misschien was dat niet verstandig, maar wat natuurlijk normaal is nadat een land langdurig gezucht heeft onder een dictatuur, laat staan en zo gewelddadig als de nationaal-socialistische dictatuur, dan kun je natuurlijk zeggen, we moeten met iedereen afgerekend worden die daar enigszins bij betrokken was. Dan moet je in feite met de hele elite afrekenen. Dat kan niet. Neem daarvoor toch onze vriend in Tsjechoslowakije. De eerste president van het nieuwe onafhankelijke Tsjechoslowakije. Kom op, onze held. Dat gaan we even opzoeken. President. Ja, Tsjechos, de eerste president van Tsjechoslowakije na de val van de muur. Ze zeggen dat door long-covid je geheugen ook achteruit gaat. Hè? Maar ja, mijne gaat door leeftijd en ik weet niet of ik long-covid heb, maar
op een aantal punten. Zoals hier bijvoorbeeld, dat zou ik natuurlijk vanzelfsprekend moeten weten. En als ik er maar lang genoeg over nadenk, kom ik ook wel op. Maar nu op dit moment kan ik er dus niet op komen. Welk jaartal? Nou ja, dus vanaf 89. Even kijken, Havel? Ja, natuurlijk, Havel. Zo, Havel. Ja, die had zich enorm tegen het regime verzet. En die heeft ook in een patoet gezeten. En het leuke verhaal van hem, dat hij al die luisterapparaatjes uit zijn eigen appartement verwijderd had. En op de rommelmarkt had verkocht, wat natuurlijk wel vrij geestig is. Maar ook Havel was geen voorstander van een afrekencultuur. Je slaat, ja, die mensen hebben zich misdragen, dat is absoluut waar. Maar het is in feite zinloos om te proberen om iedereen, niet waar, te toetsen op hoe die zich gedragen heeft onder die omstandigheden. Laatste vraag. Of wil die nog iets zeggen daarover? Nee. Ja, okay. Je kunt er een heleboel over zeggen. Maar okay. Laatste vraag over Urban Jungle. Ik vroeg me af, Maarten, wat je vindt van de term ongedierte. Kan dat nog in deze tijd? Omdat deze dieren ons niet uitkomen, noemen ze maar ongedierte. Het stof tot nadenken, zegt Frank Kemper uit Nijmegen. Daar heeft hij groot gelijk in. Het is net als met onkruid, ongedierte. Er is geen onkruid. Je hebt hele goede, sterke en innovatieve planten. Die wij altijd onkruid noemen, omdat ze overal opgroeien waar wij liever niet hebben dat ze opgroeien. Maar in feite duidt dat op hun ongekende evolutionaire succes. De brandnetel, dat is echt een topplant. Je kunt er ook geloof ik nog hele lekkere soep van maken, maar het is een topplant. En hetzelfde geldt voor madeliefjes en paardenbloemen en alles wat we onkruid noemen. En hetzelfde geldt voor ongedierte. Wat wij ongedierte vinden, dus ja, mieren en ratten, en je kunt van alles en nog wat opnoemen. Zijn juist enorm succesvolle dieren die in staat zijn om zich in de meest onwaarschijnlijke situaties aan te passen aan de omstandigheden. En daardoor zo succesvol zijn. Of denk aan vogels die ook, hè, vaak zijn sociale vogels natuurlijk enorm succesvol. Ja. En dan vinden we het al heel gauw een plaag. We vinden het al heel gauw een plaag. Dus daar moeten we mee stoppen, wat jou betreft. Ja, we moeten ophouden met dingen onkruid te noemen. Ik denk zelfs dat we op moeten houden met onkruidbestrijding, zoveel als mogelijk is. Er zijn ongetwijfeld praktische situaties zijn waar je er iets aan moet doen, maar bijvoorbeeld met vergif gaan spuiten, dat doen gemeentes ook alweer veel minder dan ze vroeger deden. Ja. En dat is gewoon nergens goed voor. Dus de schrijver heeft volkomen gelijk, onkruid bestaat. Dat zegt trouwens ook Wilson, onkruid bestaat niet. Je hebt succesvolle planten, maar dat noemen wij dan onkruid, maar dat is flauwekul. En ongedierte idem dito. Oké. Okay. Watergate hebben we nu gedaan. How the War Was Won hebben we gedaan. Daar was volgens mij nog een linkje mee. Want er was nog een ander boek over de oorlogen waarvan je zei dat moeten we ook nog een keer doen. Maar moet dat even terugluisteren. Ik weet niet meer wat dat was. Dat weet ik ook niet meer. Dus dat hebben we besproken wel. Nou goed. Hebben het wel al besproken, het boek? Nee, jij zei er is nog eigenlijk een boek wat we in het verlengde van How the War Was Won ook nog moeten doen. Maar nu ben ik even kwijt welk boek dat was. Maar ben ik wel benieuwd naar. Wat ben ik dan nu weer? Helemaal vergeten. Want misschien moeten we gewoon voor de afleiding volgende week eens een schilderij doen. Een schilderij kunnen we altijd doen. Je weet dat altijd gevoelig ligt, want er is ook een partij die dan zegt, dan ga ik sowieso niet luisteren. Ja, precies. Daar weet die lul niks van af. Ja, of het is voor podcast niet geschikt, want het is audio. Ja, maar ik vind dus dat je dat wel kan doen, juist omdat je door de wonderen van de moderne techniek, Zelfs op je telefoon, veel mensen luisteren toch via de telefoon. Ja, zeker. Dat is heel makkelijk. Nou, dat op die telefoon is je daar een beetje. Ik ben nou toevallig helemaal niet handig op mijn telefoon. Maar de wonderen die ik zie dat die mensen met telefoons tot stand brengen. Dus je bespreekt een schilder. En ze hebben in 15 seconden hebben ze die man te pakken, vrouw. Ja. Nou, je ziet het net als je iemand niet weet, kun je het opzoeken. En goed, het scherm is niet groot, maar je ziet tegenwoordig ook de telefoons die zulke afmetingen hebben. Zeker. Ja, ik geef nu even met de hand aan een soort van mini iPad, als het ware, die mensen bij zich dragen. En ik zwijg dan van de mensen die gewoon altijd een iPad bij zich hebben. Oké, dan kunnen we schilderij doen en misschien komt er nog een leuk onderwerp schitterend. Ja, ik zal eens kijken wat ik omdat ik terughoudend ben, want je kunt natuurlijk ook literatuur bespreken, maar dat is ook, dat heeft hetzelfde. Dat is lastig als de mensen dat dan zelf niet gelezen hebben. Precies. Lijkt mij. En we gaan nu rijden naar de geldbank, naar de automaat. Ja, dat wil zeggen, over
15 seconden als ik even naar de wc ben geweest thuis. Ja. En dan rijden we even naar de automaat. Dat is goed. Vertel ik in de tussentijd dat we de afgelopen week weer veel podcast gemaakt hebben. Ik kan me zo voorstellen dat je door de drukte er een paar gemist hebt. Dus nog een keer in de recap, onder andere Ron DeSantis, die geanalyseerd wordt door Maarten. Kun je terugluisteren nu? Hoe kansrijk is de gouverneur van Florida in de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden met Donald Trump? Overigens, Mike Pence heeft zich ook gemeld deze week. Dus dat en meer vind je in de show notes. Plus de aflevering over Watergate en de geschiedenis daarvan. Daar weet die lul niks van af. Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Binnenkort verschijnen er weer nieuwe afleveringen van Sea Level, maar luister nu nog een keer naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het een slecht idee is om 's avonds met je smartphone op je nachtkastje te slapen. De link naar die aflevering vind je in de show notes.